Ik zeg een creatief typje. Deze is al een kerstsfeer. Goedenochtend! Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg je dit? Wij kwamen eigenlijk voor de creatieve geest achter de poppen. Ja, de mama is niet thuis. Ah, de mama. Ja. Potverdikkie. En dan ben jij de zoon? Nee, hoe moet ik zeggen? Ik vrij met de dochter. Ah, doe vrees met de dochter? Ja. Oké. En die dochter, was die dan? Ja, die is werken. Oh, die is werken? Ja. En dan pas jij op het huis? Ja, ik ben zelf ook aan het werken. Dus, Home office? Thuiswerken, ja. Oké, wat doe je dan, als ik vragen mag? Infrastructuurdesign. Jij bepaalt waar de wegen moeten lopen en zo? Ja, hoe het ontwerpen van de wegen en zo, ja. Riolering, windmolens. Is dat spannend? Ja, toch een uitdaging, hè. Het is altijd wat anders. Oké. En dat wilde je al worden toen je klein was? Ja, ben ik zo ingegroeid. Serieus? Ja, echt vanaf jongs af aan of alles ontwerpen en doen. Dus. Oh, jij bouwde vroeger van alles met blokjes en zo? Ja. Serieus? Ja, echt wel. Oh, leuk! Ja. Lego? Lego ook, ja. Playmobil, hè. Noem maar op. En nu doe je het als beroep? Als beroep, ja. Maar nou, niet zo lang, want je bent nog een jonge kerel. Ja, toch al 5 jaar. Oké. Okay. Hoe oud ben je dan? 25. Heb je goed je best gedaan op school? Ja. Moet gebeuren ook, hè. Oké. Okay. Vooruitstrevend, hè. Vooruitstrevend. Dus dat autootje met Belgisch kenteken is van jou? Ja, die is van... Kijk! Ja, wat ik dacht al, hè, want we zijn hier toch in Nederlands Limburg. Ja, het hoort, ja. En dus jij vrijt met de dochter? Ja. Waar ben je die tegengekomen? Via Tinder, social media. Kijk. Net voor de corona, dus. Oh! En nu bijna, 2 jaar later. Hè. Oh, dan hebben jullie uitgebreid tijd gehad om kennis te maken. Ja, meer dan tijd genoeg. In een kleine bubbel. Ja, altijd gezellig met z'n tweeën. En dat is meteen een goede test of je elkaar niet binnen de kortste keren moe bent. Ja, dat dachten we ook wel. Hè. Geluk bij een ongeluk. Ja, inderdaad. Oké, hoe heet je trouwens? Dieter. Dieter. En Dieter, Jack, waar stond jouw wiegje? Mijn wiegje? In België natuurlijk, maar waar ongeveer? In Bilze. Oh. Daar is maar net de grens over, hè. Ja. Ik ben toch wel een beetje... Ken je het programma trouwens? Nee, ik ken het niet. Oh, nou wij zijn van de Limburgse TV. En wij rijden altijd à l'improvise, rijden wij rond. En als we ergens iets zien waarvan we denken van... Zou maar een leuk verhaal aan vast kunnen zitten. In dit geval was dat de vrolijke vensterbank. Dan gaan we daarop af en dat levert vaak hele leuke gesprekken op. Ja, voilà, kijk. Ja. Ja, ik heb ze net gemist. Ze zijn gisteren vertrokken op vakantie, dus. Lekker. Ja. Dus jullie hebben jullie dan het huis voor jullie tweeën eigenlijk? Ja. Nou, kun je ook meteen testen hoe het samenwonen bevalt. Ja, kan niet beter, hè. Waar zijn ze naartoe, je schoonouders? Goeie vraag. Nee, dat meen je niet, ja, ja, Dieter. Ja, ja. Je weet niet waar ze naartoe zijn. Ja, ja. We zien je van alles bezoeken in Nederland zelf. Het is een staycation. Een staycation? Die kende ik nog niet. De staycation? Ja. Wat een briljante woordspeling. Voilà, kijk, mooi. Leren we weer wat Dieter erbij, ja, iedere dag. Is dat iets Belgisch of zo, de staycation? Oké, bij ons is het vrij normaal. Ja. Vrij ja, normaal, jullie Belgen bedenken over het algemeen best slimme dingen. Fietsknooppuntennetwerk. Ja. Wij denken in Nederland vaak van dat wij dat bedacht hebben, maar dat is helemaal niet zo. Nee. Volgens mij de Limburgers hebben dat bedacht. Belgisch Limburgers dan, hè? Hé, hey, maar waar ik ook, als je niet wil, hoef je geen antwoord te geven, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Hoe dat dan gaat op Tinder. Was het dan de foto waar je op viel? Of was het de leuke tekst die erbij hoorde? Ja, een combinatie van beide. En gewoon een mooie meid. Hè, dus, Hoe heet ze? Sophie. Sophie, oké. Okay. En ze had krulletjes. Dus, oh, jij bent van de krulletjes? Ik ben van de krulletjes. Dus, oké.
Dus jij had de stoute slippers aangetrokken en jij stapte op haar af? Nee, samen. Een beetje tegelijkertijd. We hadden alle twee een beetje een saaie kerstmis. Dus, en zo is het gekomen. Ah, dus je zat je eigenlijk stierlijk te vervelen? Op het kerstfeest, ja. Dus je zat, op het kerstfeest zat je te tinderen? Ja. op de telefoon, op de laptop? Nee, gewoon op de telefoon. Hè. Op de telefoon? Ja. Dus het was ook een klein fotootje? Ja, veel meer tegenwoordig, hè. En wat is dan de openingszin? Gelukkig kerstfeest. Oké. Okay. Zo is het begonnen. En zo is het begonnen. Ja. En hoe lang heeft het geduurd voordat jullie een eerste date hadden? Twee dagen later, hier in het kasteel weer. Ik weet niet of je in de buurt zit. Iets verder hier, Valkenburg, heb je het kasteel. Oh wacht, het kasteel in Oud-Valkenburg? Ja. Kan het dat zijn geweest? Ja, dat was het. Oké. Okay. Twee dagen later. En koffie drinken? Ja, daar hè. Ja, ja. Gezellig, even wandelen, koffie drinken. Was je nerveus? Nou, toch altijd een beetje hè. Ja? Ja, tuurlijk. Want je bent 25, heb je dan al serieuze relaties achter de rug? Ik had al een serieuze relatie achter de rug. Toen heb ik een jaartje voor mezelf genomen. Feestjaartje, dus... Sabbatical. Ja. Toen was het weer maar ook weer niet. Ook weer niet, hè. Oké, okay. En toen had je wel weer zoiets van, ik ben wel weer toe aan... Ja, wat nieuws, hè. Meer stabiliteit. Ja. En Sofie, had die ook al relaties achter de rug? Nee, nog niet. Oké. Okay. Hoe oud is zij? 23. 23. Dus je bent haar eerste serieuze... Ja. Oké. Okay. Wat is er zo leuk aan Sofie? Even afgezien van het feit dat het een knappe meid is en dat ze krulletjes heeft. Ja, gewoon, het klinkt heel goed. Dus ja. Ik heb altijd als mijn eerste dates of de eerste week probeer ik altijd een hike in te plannen. En onze eerste hike was in... Buitgenwald? Ja, Buitgenwald of zoiets. Nee, Buitgenwald? Waar is dat? Ja, net over de Duitse grens. Of net Duitse grens. Oké. Okay. Ja, en het was 5 uur lang in de regen en dat is goed afgelopen. Dus ja. Oh, dat was al een beproeving. Ja, dat was een mooie beproeving. Ja. En waarom een hike? Jij probeert meteen een hike in te plannen, zeg je. Alsof je dat al 30 jaar doet, maar waarom? Wat is dan het nut van een hike? Ja, gewoon, je zit samen, een beetje wandelen, gezellig praten, geen afleiding. Ja, okay. Die heeft elkaar goed kennen. Ja. Zelf bedacht? Nee, gewoon mee begonnen. Ja, nee, of had je van iemand een tip gekregen van, je moet op hike gaan, want dan... Nee, ik ben zelf ook wel een beetje sportieve kerel, dus... Wat doe je dan zoal? Fietsen, boulderen, gymmen. Wat is gymmen? Gewoon de fitness. Waarom zeg je dan niet fitness? Waarom zeg je dan gymmen? Ja, gymmen klinkt leuk, hè? Gymmen? Ja, gymmen. Kijk ook niet. Staycation ook niet. Kom op, Engels. Nou, het zijn die Engelse hoor. Oké. Okay. Oh, gymmen! Ja, gymmen. Oh, zoals G-Grieks I-M, gymmen. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb hem door. Ik heb hem kwartjes gevallen. En is Sofie ook een beetje sportief? Ja, ook. Zelf wandelen, gymmen. Dus dat hiken is een beetje ook erin gebleven wel? Ja, ja, natuurlijk. We zijn al verschillende vakanties geweest ondertussen. Liechtenstein, Andorra. Dwergstaartjes? Ja, echt hiken. Maar ja, oké. Okay. Ja, nee, tuurlijk. Maar Liechtenstein en Andorra, ja. Dat zijn niet echt landjes waarvan ik zeg dat ligt voor de hand. Nee, we zijn eens gekeken voor gewoon de mini-staten af te gaan. Ze had er al een paar gedaan en zo allemaal doen. Dus ik zeg, ja, kom maar, hè. Waarom niet? Dus dat was een ideetje van Sofie? Ja. Ik vind dat nu al leuk. Ja, ik ook. Sofie. Dus dan, hoeveel... Monaco heb je dan natuurlijk ook nog? Ja, Monaco nog. En dan, wat is het onderaan Spanje daar? Zo'n klein hoekje. Gibraltar. Ja. Verrek, ja. Dus die moeten jullie nog doen? Die moeten nog doen, ja. Ja, bij de poster gaan we niet langs, hè. Zo heilig zijn we niet. Oké. Okay. Oh, dus Vaticaanstad ja, valt af. Ja. Goh. En welke vonden jullie leuker, Liechtenstein of Andorra? Goh, beide. Het is zo'n verschil, maar ook weer niet. Maar
Ja, het is echt mooi, hè. De bergen, heerlijk. Leuk hoor. Leuk stijl, volgens mij zijn jullie. Ja, dank je. Dieter en Sophie. Dieter en Sophie, ja. De Belgen en de Nederlander, hè. Ja, het moet wel een goede match worden. Laatste vraag. Wat zijn jullie plannen met kerst? Voorlopig nog samen. Nou, humor heeft hij ook. Maar ook naar en in België, in Bilze en in... Of wonen je ouders niet meer in Bilze? Ja, gewoon in België en hier en bij de schoonfamilie en daar. En ja. Hele week hier de tafels afslijmen. Ja. Niet stiekem gaan timmeren. Nee.